De Nationale Democratische Partij in Keri heeft zaterdag een sterke jongerenbestuur geïnstalleerd in de Henarpolder, welke staat onder aanvoering van Mahinder Jaugadin. De installatie vond plaats door campagneleider van de NDP in Suriname, Ramon Abrahams, die als verrassing de vergadering binnenliep. De voorzitter sprak kort voor zijn installatie de jongeren als volgt. De NDP is de enige politieke organisatie in Suriname die Surinamers accommodeert. Ik leg het nadruk op Suriname. Je kan in Suriname zijn, maar je no Suriname, want je koestert belangen van het westers volk, wel dat zie ik je niet als mijn Surinaamse broeder. Want dan ga je nooit de ontwikkelingen zien die dit geweldige regering heeft gebracht. Want waarom, u en ik zien de ontwikkelingen. Als Korotja toch, als Tosodra Peta, Sareb Saina Kondre, maar zij de Trasmanomazie, is heel simpel. Ik ben het ding gaan onderzoeken en ik dacht van, waarom kan ik het zien en waarom kunnen zij het niet zien? En weet u tot welke conclusie ik ben gekomen? Is omdat ze gewoon vaderlandsliefde niet hebben. Dus mano abba lobby gisranan, daar snap ik het als we dan de ontwikkelingen niet zien. Maar daarover ga ik niet praten. Ik kijk naar mijn jongeren die geïnstalleerd zullen worden. U heeft gekozen voor de Nationale Democratische Partij. U heeft gekozen voor een partij die u de kans biedt u te profileren. Die u de kans biedt u te ontplooien. U heeft gekozen voor een partij waar u kan accelereren. U heeft gekozen voor de NDP. Laat het duidelijk zijn. Want voor ons maar ik denk, ik sluit me gewoon aan. Omdat, ja, gewoon, ik ga naar partij. Ik schrijf mijn naam. Nee, je hebt een stap gemaakt. Je hebt een stap gemaakt waar ook jouw mening zal tellen bij het vormen van beleid. Je hebt een stap gemaakt waar ook jouw initiatieven zullen worden meegenomen. Ik zeg, je hebt een stap gemaakt waar jouw ideeën zullen worden besproken. Want binnen de organisatie, de NDP, gaat het alles om meedoen, meedenken, meebeslissen. Dus ook u gaat meedoen, meedenken, meebeslissen. Maar dat je tak mama hinder, je tak zo vaarlijk drappen. Maar je leg me uit, je tak haar geen doen, maar ze haar geen doen eigenlijk. Voor de jongeren in het, specifiek de jongeren. Wel, ook daar heb ik een antwoord voor. Wat heeft de regering voor jullie gedaan? Als we kijken op het gebied van onderwijs, en dat is opgenomen in onze statuten. De educatieve orde, daar heeft de regering heel veel aan gedaan. Ik mag u zeggen dat ik, de tijd dat ik de Milo school bezag, 5 uur in de ochtend moest opstaan, moest pendelen naar Paradise. De regering heeft gedaan, want ze vandaag staat Milo heen naar hier. Ik mag u zeggen dat de regering zo ver is gegaan dat er een hogeschool in Nikeri is. Als dat niet genoeg is, hebben wij de naschoolse opvang kunnen brengen. Tega roko, pe yohanga ma yohanga pa, ega roko, i bedenk, pe me put mitje, if me put mitje in wan crash, if me put mitje in wan opvang, wel, we hebben de naschoolse opvang gebracht. Dat is een geweldige feit. De eerlijk mensen. Als dat niet genoeg is, laat me zeggen, als ik moet praten over wat de regering heeft gedaan, wel dan met ik al de spreekbeurt of de biggest magia, want dan ga ik de hele avond het hebben. Maar één ding, want ik ga niet praten over alles, er is 1003 projecten gedaan. Op verzoek van het nieuw geïnstalleerd jongerenbestuur in Henaar voelde campagneleider Ramon Abrahams zich geroepen even terug te duiken in de geschiedenis. Hij gaf de jongeren aan hoe het kwam dat hij daar stond en hoe er anno 2015
een NDP als grootste politieke partij in Suriname het kan opnemen tegen de oude politiek. In 1975 was ik 22 jaar oud. En ik heb toen een bewuste keus gemaakt om terug te komen naar mijn land, om te komen werken in mijn land en mijn land op te bouwen. Samen met mijn collega die zijn meegekomen. 1975. Met frisse moed zijn we naar hier gekomen, maar al heel gauw werden wij geconfronteerd in dit land waar de tegenstellingen abnormaal groot waren. En voor jullie jongeren, ik denk de ouderen hier onder ons, zullen dat wel weten. Maar het is wel goed, omdat er gevraagd is vanavond om dat aan te geven. We werden al heel goed geconfronteerd met de tegenstellingen. En wat waren die tegenstellingen? Het waren etnische tegenstellingen. We hadden aan de macht, hier in Suriname, de NPK. En we hebben gehad de NPK 1 regering onder de NPS, de NPK 2 regering onder de NPS en ook NPK 3 regering onder de NPS. En de volgende was opkomst. In maart zouden de verkiezingen worden gehouden in 1980. Maar ik zei u al heel vroeg, slechts na 3 jaren, zagen wij van dit klein land aan de Atlantische Oceaan, met nog geen 500.000 inwoners toen, tussen de Marowenen en de Corantezivier. Het gaat niet goed in Suriname, dat werd toen gezegd. Waarom niet? De Creool kon de Hindoestaan niet zien. En de Hindoestaan kon de Creool niet zien. Laten we even eerlijk zijn en dat zeggen. Zo was het. We hebben tafereelen meegemaakt toen in onze hoogste college van staat, waarbij mensen, jongeren, op de tafel zijn gaan springen in de assemblee. En die microfoons kapot hebben geslagen en in de lucht hebben gegooid. Dat waren toen onze mensen die leiding gaven aan het land. En wij van het leger werden steeds maar onderdrukt. En op een gegeven ogenblik hebben wij ons gegroepeerd met als leider meneer Boutersen. En er toen, we hebben de macht toen overgenomen in 1980. Ik ga het heel kort doen, want anders gaat het ons veel te lang voeren. En het eerste wat wij hebben gedaan, we hebben ieder uitgenodigd om mee te werken aan de opbouw van Suriname. De VHP, en ik noem het de VHP onder leiding van meneer Latschman, had niets te zeggen in het land. Ze werden als het ware aan de kant geschoven. En we hebben iedereen, ongeacht uw politieke aard, uw kleur, uw geloof, of noem maar op, hebben wij betrokken in de jaren 80 om dit land leiding te geven en op te bouwen. En we hebben 7 jaar lang, heeft de militaire raad, de militaire regering om het zo te noemen, met burgers. We hebben geen militairen gezet als ministers. Het waren allemaal burgers die minister waren. En we hebben na problemen gehad te hebben vanuit het buitenland. Zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven in 87. En de oude politiek is toen weer bij elkaar gekomen. Terwijl ze als dieren met elkaar vochten voor 80. De NPS kon de VHP niet zien en andersom de VHP kon de NPS niet zien. Wij hebben toen in deze 7 jaar de Surinamers bijeengebracht en gezegd van we zijn allemaal hier bij elkaar gebracht en we gaan allemaal hier samen moeten werken, samen moeten wonen en dit land samen moeten opbouwen. Dat is de ideologie geweest die kwam van onze leider, onze volksleider, de heer Boutersen. En we hebben in die periode, hebben we toen ook opgezet, de standvaste beweging. En de standvaste beweging
was niets anders dan om na 1987 of in die periode door te gaan en de standvaste beweging om te zetten in een politieke partij die we genoemd hebben en die er vandaag bestaat als de grootste politieke partij in Suriname, de NDP. Een partij zonder belemmeringen, waar ieder zich mag aansluiten en een bijdrage mag leveren. Na de report krijgt u de installatiemeeting te Henaar in zijn geheel uitgezonden via SBS TV. Gisteren is er ook een huis aan huis campagne geweest te Zeedijk en omgeving, waarbij ook de grote animo om te stemmen voor de NDP op 25 mei duidelijk is gebleken. In de avond is ook het partijcentrum in Zeedijk opengesteld.